De COVID-19-voorlichting moet geïntensiveerd worden. Vooral omdat de feestmaand december in aantocht is. Dit deelde minister Amar Ramadien van Volksgezondheid vandaag mee aan reporters voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman merkt op dat de gemeenschap niet moet vergeten dat COVID-19 nog steeds bestaat en niet is verdwenen. Daar moeten we gaan kijken na 2 jaar, bijna 3 jaar, zometeen, dat COVID-19 eigenlijk... Het zou heel vreemd zijn als iemand me kon vertellen dat ze niet weten wat COVID-19 is. Aan de andere kant ook zou het vreemd zijn als je me kon vertellen dat je niet weet hoe je het zou moeten voorkomen. We weten het allemaal. Maar het gaat over nu de communicatie nog gerichter, nog specifieker op de issues nu. En uiteraard gaan we daaraan werken. Aan de andere kant zijn we ook bezig met vaccins. Een nieuwe partij vaccins, daar hoort u binnenkort meer over. En is het uiteraard nog steeds belangrijk dat mensen hun mondmasker zo veel als mogelijk op hebben. Het is een dringend advies. En dat gaan we dus ook vandaag verder bespreken bij de regering. U mag verwachten dat op korte termijn het ministerie van Volksgezondheid uitkomt met een middels een persconferentie. De bewindsman zegt dat het nodig is dat de juiste adviezen gegeven worden aan de samenleving. Vooral omdat er een lichte stijging geconstateerd is in het aantal besmettingen. De regering zal niet schromen om bij een grote stijging van gevallen wederom een lockdown af te kondigen, meent Ramadien. We kijken uiteraard ook naar de voordelen van bepaalde interventies. En de voordelen moeten zwaarder wegen dan de nadelen. Zeker als we al, wat ik net zei, na 3 jaren genoegzaam geïnformeerd zijn over COVID-19. Toch? Als u vandaag de dag u zou afvragen hoe HIV te voorkomen is, dan weet u dat dat alleen gebeurt met een voorbehoedsmiddel en uiteraard een andere maatregel die je moet nemen. Omdat dat een beetje is aangeleerd, de informatie komt naar je toe. En hetzelfde met COVID-19, vergeet u die mohana niet, mondmasker, handen wassen, afstand houden. Dat zijn nog steeds de belangrijkste maatregelen en uiteraard vaccineren. De minister merkt op dat er voor de maand oktober 3 COVID-doden zijn geregistreerd. Hij stelt dat de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-pandemie nog steeds handhaaft.